Larsson weggestuurd door Toornstra. Tapia. Berghuis. Nieuwkoop. Goed balletje van Berghuis. Nieuwkoop. En nu is het raak door Jurgensen. Een snelle goal voor Feyenoord in de vierde minuut. Na een fraaie aanval. Jurgensen die zijn tweede deze competitie maakt. Hier is geen sprake van buitenspel. Dat wordt opgegeven in het centrum door Kanon. En het balletje van Berghuis is nu wel met gevoel gegeven. Nieuwkoop met de assist. Jurgensen met het doelpunt. Feyenoord leidt. Hoekschop, ADO en Immers met de vrije kopkans toch. Nieuwkoop, goed begonnen aan deze wedstrijd. Rechtsback, daar gaat hij weer. Nieuwkoop, mooie bal zegt Jurgensen met een kans. Die hadden we ook nog even mee kunnen nemen. Nieuwkoop speelt een belangrijke rol in deze wedstrijd tot nu toe. Becker. Immers, hard aangepakt. Voordeel ADO, de voorzet is er. En daar bijna het doelpunt ook. Zo dreigend is ADO nog niet geweest eigenlijk in deze wedstrijd tegen Feyenoord. Becker glijdt maar weer eens weg. Speelt een hopeloze eerste helft. En blijft nu ook wel erg lang teleurgesteld daar op de grond liggen. Feyenoord er vandoor met Larsson. Larsson wint het duel van Eboué. Larsson nog altijd. Meisner simpel het bos in. Jurgensen en Berghuis met de kans. Berghuis mikt ernaast. Een Rotterdamse aanval die eigenlijk begint met nogal knullig optreden van Becker. Die nu de hoon van de eigen supporters over zich heen krijgt. Becker. Krijgt nu in ieder geval de vrije trap. Nou, het duel met Haps. Snel genomen. Immers terugleggen. Jones, onrust in het 16 meter gebied. Meijers. El Kayati, Meijers. Oh, wat een goal van ADO. Wat een doelpunt van ADO Den Haag. De vrije trap die snel genomen wordt door Geraldo Becker. En daarna transformeert ADO van Crawley Town in Barcelona in een seconde of zes. Want deze combinatie is natuurlijk schitterend. Zie je zelden. En de afronding van Meijers is weergaloos. Onwaarschijnlijk mooi doelpunt in een eerste helft die aan niveau toch ernstig aan het wegzakken was. Maar dit is voetbal zoals je dat heel graag en veel vaker zou willen zien. Een wereldgoal van Meijers. Becker. Lorentzen. Lorentzen naar binnen, naar zijn rechter. Lorentzen een beetje gekraakt schot. Die poging ziet Jones laat aankomen. Nog aangeraakt, zoals gezegd. Het is een corner voor ADO. Meijers. Brengt de bal in. Valkenburg. Jones niet. En Kanon wel. 2-1 ADO. En weer geen zeker optreden van de doelman van Feyenoord. En dat is in de laatste weken geen zeldzaamheid. ADO dat ruim 40 minuten ongevaarlijk bleef. En Beugelsdijk ziet dan ook die goal in de slotminuut van de eerste helft. Het eerste echte gevaar in het tweede bedrijf levert een 2-1 voorsprong op. Jones zit mis, geen buitenspel, Kanon. En dus 2-1 voor de thuisploeg. Een nieuwe zepert voor Brad Jones. En heel puur voetbalgeluk bij Willy Kanon. En Feyenoord op achterstand. Larsson. Jurgensen in beweging. Alamadi draait weg naar zijn rechterbeen. En Swinkels met een reflex. Is Feyenoord nu wakker? De bal blijft hangen. En Alamadi neemt hem dan op zijn slof. Meisner was hem helemaal kwijt. Van Bronckhorst gaat ingrijpen. Het is Nieuwkoop die naar de kant gaat. Dat moet dan met een blessure te maken hebben. Want die speelde een prima wedstrijd. Dat was een van de weinigen eigenlijk. Bij de Rotterdammers. Weer een tegenslag dus. Net weer terug was hij. Bart Nieuwkoop. Toornstra Berghuis. Jurgensen. Het zijn toch de twee die het eigenlijk moeten gaan doen nu bij Feyenoord. Berghuis en Jurgensen. Die moeten opstaan. Maar die twee in achterstand. Daar was al bijna
de gelijkmaker van Steven Berghuis. Bakker of Elamadi? Elamadi. Amrabat. Verdedigende actie en dan uit de tweede lijn. Toch een aardige kans voor Vilena. Boetius pakt goed uit deze bal. Jurgensen. Larsson doorgelopen. Wat is hier aan de hand? Niets oordeelt Nijhuis. Die bal blijft dan nog liggen. Amrabat. En de koppel van Boetius die ruimschoots naast gaat. Dan kijken ze nog maar eens vragen in de richting de scheidsrechter. Of daar geen overtreding begaan werd. Maar de protesten vallen alleszins mee. Hetzelfde geldt voor deze botsing tussen Larsson en Meijers. El Kayati. Weer richting Becker. En de beste actie eigenlijk van Becker in deze wedstrijd. Daar komt Elamadi. Elamadi, 16 meter gebied in. Elamadi, 2-2. Hij staat dus op, de aanvoerder van Feyenoord in de 86e minuut. Op het moment dat je je eigenlijk afvraagt of Feyenoord nog iets gaat creëren in deze wedstrijd, is daar ineens Karim Elamadi. Scoort niet vaak, maar deed het vorig jaar in Den Haag. Toen de winnende treffer. En nu de 2-2. Als hij Swinkels weet te passeren in de korte hoek. De bal blijft binnen. Vilena. Vilena, goed gevoetbald. Boetius. En daar komt Berghuis. En is het bijna nog 3-2. Wat een kans zeg. Voor de Rotterdammers. Voor Berghuis. Maar die heeft zijn middag niet. Prima werk door Vilena met name aan die linkerkant. En via Boetius komt de bal dan terecht bij Berghuis. Met een open kans om de wedstrijd nog te winnen. Haps, laatste minuut loopt. Haps, pompt de bal erin in de richting van Michiel Kramer. Die wint het ook en daar komt de 3-2 nog. Nee, naastgeschoten door Berghuis. Wat een kansen, wat een twee opgelegde mogelijkheden nog voor Steven Berghuis. Kramer doet dit uitstekend. Legt de bal panklaar neer voor Berghuis. Oog in oog met Swinkels. Laat hij de kans in extremis liggen om Feyenoord nog drie punten te bezorgen. En zo blijft het bij één schamelpuntje in Den Haag.